De Galeniusprijs voor farmacologie is een herkenning van ons harde werk over de afgelopen jaren. Dat gesitueerd was op gebied van het experimenteel leveronderzoek. Dus, wat dat wij gedaan hebben, is een nieuw mechanisme onderzocht en gekarakteriseerd voor de behandeling van leverziekten. Dus, we hebben daar toegespitst op drie leverziektes en dat blijkt, blijkt een heel algemeen uh, target te zijn, dus een doelwit. En de volgende stap is nu om moleculen te gaan ontwikkelen om dat target te kunnen gaan beïnvloeden en dus naar naar de markt te kunnen gaan.